zijn het zat. We willen een oplossing. Meneer Hoekstra, er schijnt een probleem hier te zijn met de Oost-Europese immigranten. Wat is er aan de hand? Nou, dat is niet zozeer een probleem. Er wonen hier in dit gebied veel Oost-Europese arbeidsmigranten. Hier in het Westland, 15 kilometer verderop, werken 15.000 arbeidsmigranten in de glastuinbouw. Zo, dat zijn er nogal wat. Dat zijn er heel veel en die moeten natuurlijk ergens wonen. We hebben in Vlaardingen inmiddels op een stad van 72.000 inwoners, naar schatting tussen de 5.000 en de 8.000 Oost-Europeanen wonen. Dus de sociale cohesie, om het chic te zeggen, die is steeds verder te zoeken in Vlaardingen. Waarom komen ze juist naar Vlaardingen? Nou, Vlaardingen is een van de weinige steden die de afgelopen jaren heeft nagelaten om te gaan werken met een huurvergunning en om aan banden te leggen dat je met een bepaald aantal mensen in een driekamerwoning mag wonen. Het gebouw waar we nu voor staan wil men graag grootschalige huisvesting voor Polen en Roemenen en aanverwant artikelen gaan ontwikkelen. Artikelen? Ja, dus, ja, het zijn Letten in de tussentijd, het zijn Oekraïners, het zijn echt alles wat uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland komt om te werken. Bij de Elementen komt dus een nieuwe locatie voor Poolse en andere Oost-Europese mensen. Jullie dachten, er zijn er nog niet genoeg? De economie, de grote bedrijven die goedkope arbeiders zoeken, die trekken dat aan. En wij hebben dat als gemeente allemaal maar over ons heen te krijgen. Een soort tsunami, zoals het ware. Nou ja, Brussel bepaalt dat voor ons. Brussel heeft bepaald dat je als arbeider vrij door Europa mag reizen. En dan kunnen wij niet als gemeente Vlaardingen zeggen van nou, op dat onderdeel horen wij niet bij Europa. Krijgen jullie ook klachten van mensen, van bewoners, dat het niet zo plezant is om met deze groep te wonen? Nou ja, er is veel woonoverlast en in sommige gevallen wordt dat veroorzaakt door arbeidsmigranten. Dronkenschap, geherrie, elkaar, ja, niet met vier man, maar gewoon met vijf of zes man in huis en dan grote feestjes vieren. Zich niet aan de regels houden en ga zomaar door. Openbare dronkenschap, drugsgebruik, dus blowen op balkons, galerijen waar kinderen bij zijn. Is het nog home sweet home voor u? Nee, want ons huis staat in de stille verkoop eigenlijk. En waarschijnlijk ook niet voor de prijs die u had gehoopt. Nee, dus daar wachten we dan even op. En ja, we gingen natuurlijk wel ongeveer 35.000 euro onderuit. Ja, je kan het niet verkopen. Want ja, daar krijg je gewoon een stuk minder voor. En daar baal ik gewoon van. Je zit gewoon vast eigenlijk. Ja, in feite wel, ja. Ja. Ja, 's ochtends vanaf 3:30 worden ze opgehaald. Dan staan ze hier zo beneden voor de portiek. Te roken, herrie te maken, kaart te praten. Dus iedereen is gelijk klaar wakker. En dan 's middags, einde van de dag, worden ze weer afgezet. Hallo. Jij werkt hier? Sorry, I don't understand. Do you live here? Do you live here? Yes. Some people say it's a bit messy. Yes. Ze leven gewoon zelf hoe ze willen. Gewoon een beetje asociaal. Nou, ja. Ja. Er zijn wel goede tussen, hoor. Dat moet ik wel zeggen, maar ja. Ja, dat is ongetwijfeld, want dan zou ik oneerlijk zijn. Maar ja, de meeste zeg maar niet. En wij zijn gewoon bang dat het gewoon steeds meer gaat worden. Ze werken niet in Vlaardingen, maar ze werken allemaal in het Westland. Laat ze daar lekker een huisje nemen. Hoe denkt u dan dat het hier over een paar jaar is? Dat ik misschien dan straks de enige Nederlander ben of zo? Misschien? Ja. Ik hoop het niet, maar ja. Ja, dan zou ik maar Google Translate gaan gebruiken. Ja, misschien ja.